Ik ben Floyd. Olé! Ik ben Erik. En dit is podcast De Luiten. Jullie zijn het helemaal. Henk Vos. Van Loenhout schuift hem binnen en daar is de 2-0. En onze harten diep. Penalty, Gerry Voets. Jullie zijn het helemaal. En het is raar. Oranje jongens uit Roosendaal. De club van wel en wee. Is de sensatie die ze weerga niet kent. Doet ook dit jaar weer mee. RBC blijft behouden voor het betaalde voetbal. Een heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van podcast De Luiten. Niet in Roosendaal deze keer. We gaan het wel over de mooiste club van Roosendaal en onze RBC. Maar we zitten in Utrecht. Erik, bij jou thuis. Dank alvast voor de gastvrijheid. We hebben lekker gegeten. Jij hebt je helemaal uitgesloofd. Ja, zalmpje. Zalmpje, hè? In een hele sophisticated barbecue. Met tekst en uitleg. Ja. En het was ook nog eens een keer lekker, dus het klopt wat je erover zei. Heerlijke gaar gerookt zalmpie met een pasta salade. Ik kan weer helemaal gezond rond en wel terug naar Roosendaal zometeen. Maar hoor ik graag. Ja. En je hebt vanmorgen heb je nog een extra portie bij, hè? Inderdaad, ja. Want ik krijg goed voor elkaar. Ja, ja. Ik krijg een bakje mee om om nog even van na te genieten. Zo inderdaad. Is het. Zo is het. Aflevering X. Ja, we zitten inmiddels bij. Ja, we tellen ze maar half, hè? Soms tellen we, soms niet. Soms een bonusaflevering. Vermunt is dan in delen opgeknipt. Ja, dit is 12 of 13. Nee, want Maaskant was 11, 12 of 13. Maaskant was 11, 12 of 13 inderdaad. Dus dit is 14. Dit is al 14, hè? Of 15. 15. En we hebben dan ook iets van 6 bonus. Dus er zitten echt wel aan 20 stuks of zo. 20 stuks. Ik heb trouwens een bakkie koffie. Ja. Heerlijk bakkie koffie van Chocolatier Tosca. En als ik hem dan omdraai, dat oude lelijke logo van RBC. Ja. Ik noem het oude logo, maar het is eigenlijk het nieuwe logo, maar dan andersom. Ja, ja, de vlek. De vlek. En moet je tegen niemand vertellen, maar de oranje-blauwe druppel. Die heeft een bloedverwant van mij nog verdonkere maand uit de persruimte. Ja, mooi. Dat moet je niet tegen Marcia Simons vertellen. Nee. Maar ik ben blij dat het gesmaakt heeft, vriend. En het is een Kamado barbecue, een keramieke pot. Ja. Heel goed geschikt voor low en slow, omdat je heel goed de temperatuur kunt beheersen. Dus ja, dan als je dan gewoon dat ding op 110 graden stookt, je zet die zalm lekker op een cederhouten plankje en je laat die heel langzaam garen tot een kerntemperatuur van, ja, wat was die, 465 graden. Ja. Ja, beter wordt het niet, jongen. Dus, dit verhaal dacht ik van tevoren van, nou, ik moet het eerst nog maar even zien, maar ik heb het geproefd. Ja. Hè? Ja, en je hebt net je bord leeg gegeten. Ja. Ik kon schoon terug in de kast. Ja, zeer zeker. Uitgelebberd, hè? Zo is het, vriend. Maar welkom in Utrecht, hè? Het hartje van het land. Dus, het is Lombok, hè? Lombok. Een mooi volkswijkje. Ik bedoel, de huizen zijn niet duurder dan in de Kalsdonk. Maar het is wel gezellig hier. Ja, zeker. Maar dit is op Kalsdonk ook. En, ja. Nee, klopt. Dit is van oudsher een beetje een arbeiderswijk. Die verjupt is. Daar ben ik zelf misschien ook een beetje schuldig aan. Maar het is een heel gemêleerde straat. Dus je hebt juppen zoals wij, je hebt gezinnen, je hebt mensen die hier al 40, 50 jaar wonen. En het leuke is, mensen kennen elkaar, weet je wel. Dus doen bij elkaar de planten, halen onkruid weg, nemen pakjes aan voor elkaar, maken praatjes op straat, weet je wel. Dus dat is echt wel leuk. Dus, jij zit in een RBC-shirt hier. Je loopt hier ook ongetwijfeld in een RBC-shirt door de straten. Maar jij zou dan eigenlijk niet Hup, maar Jup RBC moeten noemen. Ja, nee, klopt. En ik heb mijn auto staat hiervoor. En daar staat zo'n RBC, sjaaltje. Of noem je het zo'n mini. Ja, ja zo'n met van die zuignapjes van aan je raam, weet je wel. Dus dat zo staat een groot. En zoals jij ziet, voor de deur staat het, naast de deur natuurlijk, staat mijn oude barbecue, was een smoker. En daar heb ik mooie oranje rozen in. Oranje rozen, hè? Dus, hey, en de liefde bracht jou naar Utrecht, hè? Ja, klopt. Ik heb mijn vrouw ontmoet in, op werk, eigenlijk, via werk, in Den Haag. Toen woonden we allebei in Amsterdam. Maar op een gegeven moment hebben we allebei ons appartementje verkocht en zijn we in Utrecht, mijn stadje, gaan wonen. Ja. En haar familie die komt hier vandaan, meer uit de Meren eigenlijk, wat inmiddels onderdeel is van Utrecht, maar vroeger een dorpje eronder, een beetje zo, zuidwesten. Oh, ja. Dus inderdaad, de liefde. En Willem is hier geboren ook, dus dat is een geboren Utrechter. Ja. Vind ik leuk. Ik vind Utrecht een leuke stad. Maar het is ook wel, ik zeg het ook wel eens tegen mijn vrouw, van wat krijgt hij nou eigenlijk mee van mijn Roosendaalse... Toch weinig, denk ik. Ik bedoel, het is toch de stad waar zijn opa en oma wonen. Dat is het. Hè? En zijn oom. En zijn oom. En tante. En
Dat is het. Maar ik heb gisteren gewoon voor de grap, hij is één, voor de grap het Roosendaals liedje voor hem opgezet. Oh, ja. Van, hoe gaat het van witte geil? Ken de koek met pielekes. Oh ja. Sperre webse, aaien, naaien. Maar ja, de kans dat hij dat gaat begrijpen als hij er 20 is, die is klein. Dus ik, ja. dus ik zit hier lekker op mijn plek hoor. En ik woon ook het liefst wel in de Randstad, omdat ja, er gebeurt hier het meest. En ach, jawel. Met werk en dit en dat. Maar... wel eens naar Utrecht, FC Utrecht. Ik vind FC Utrecht echt een leuke club. Ja, vind ik een vette club. Ik heb een voorliefde voor volksclubs, zoals je misschien wel door hebt. Maar FC Den Haag of ADO Den Haag, FC Utrecht, Twente, dat vind ik echt wel, ook wel NAC moet ik eerlijk zeggen. En NEC natuurlijk vroeger, maar die clubs die in zo'n stad ook leven. Ja, zeker wel. Nee, dat is Utrecht wel, hè? Ik bedoel, dit is echt wel een stadsclub. Ja, zeker. En wat je wel ziet is dat, maar dat zie je eigenlijk in iedere grotere stad, dat zeg maar de Utrechters, die heel veel Utrechters zijn, omdat de huizenprijzen stegen, naar Bunnik, Zeist, Houten, de Meren gegaan. Ja. Dus... Ik denk dat je in die dorpen, zeg maar, of in die voorsteden, dat je daar heel veel seizoenkaarthouders gaat zien. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld ook hier in de wijk, toen wij hier net woonden, toen gingen wij een keer op een zondag ergens heen en ik stapte buiten en ik loeihard door de straat. Herman Berkien, weet je wel. Utrecht, mijn stadje, daar gebeurt van alle hand. Ja, dat vind ik leuk. En ook als ik hier ga hardlopen, ik loop dan in mijn RBC-hemd of in de Barcelona-hemd of een ander shirtje wat ik ergens op reis heb gekocht. Maar je ziet heel vaak mensen in FC Utrecht shirt hardlopen. Je hebt ook een aantal kroegen, niet hier in Lombok, maar die zitten meer in richting Vaartse Rijn, Hoograven. Er zitten een aantal echte FC Utrecht kroegen. Ja. Ik ben daar een keer voorbij gerend met een shirt van, ik geloof, AA Gent. Of van Anderlecht. Ja. Dat is gewoon, ja, lag bovenop de stapel. Maar dat werd niet zo gewaardeerd. Nee. Maar die club leeft wel, weet je wel. En, dat, mooi. Ja, wat ik mooi vind aan Utrecht, en dat is iets wat ik ook altijd hoopte voor RBC, is het is heel authentiek, weet je wel. Dat, mooi stadion, hè. Ook. Engels. En aan de voorkant heb je toch zo'n hoge muur met winkels. Ja, klopt. En dan die steile tribunes ook. Ja. Ja, prachtig. Het is heel gaaf. En ook die... het is gewoon echt een authentieke club. Dat vind ik mooi. En ik zal je zeggen, wij gingen natuurlijk vroeger wel eens met RBC naar FC Utrecht. Toen Marcel van der Net naar RBC kwam. Toen hebben we het wel eens over gehad, volgens mij. Dat er zo'n beetje zo'n vriendschap ontstond. En ik had ook wat jongens. Oh, daar hebben we het vorige keer over gehad, natuurlijk. Over Cyril Prins. Topgast. Hij dankte ons nog voor het vernoemen van zijn naam. Het is een klein beetje een ijdeltijd, dus ik zal hem nog één keer noemen. Cyril Prins. Wij zijn geen ijdeltuiten, hè? Nee. Nee. Om zeg maar drie keer per maand anderhalf uur een podcast online te zetten. Ja, elke dag iets op social media te zetten over hoe leuk onze podcast wel niet is. Nee, precies. Nee, dat ijdelheid is ons vreemd. Ja. Nee, maar dus dat toen, ja, toen kwamen we regelmatig in Utrecht. Altijd wel een zwak voor gehad. Maar ik zeg wel eerlijk van, ik heb op een gegeven moment ook wel eens gedacht van, nou, zou ik nou niet gewoon dat beetje dat gevoel wat ik bij RBC heb ook hier kunnen vinden, weet je wel? En, maar ja, dan het was geloof ik Utrecht in NEC en Utrecht schiet om die bal erin en ja, je staat op en je applaudisseert, maar het haalt het bij lange na niet. Nee, de Volterstijd is ook iets mythisch. Maar ja, gewoon het is RBC, ook... weet je wel. Ja. Ja, dat, je kunt dat niet inwisselen of zo. Nee, dat is... Maar nee, het is lekker wonen hier. Dus ja. Leuk dat je er bent. Nou, mooi. Tot zover ons gesprek over Utrecht. Hè? Ja. Met dank aan de plaatselijke VVV. Laten we doorgaan met de postbus 1912. Ja, man. Die was er de vorige keer niet. Die is er nu weer wel. Ja. Vast onderdeel. Ja, man. Van onze podcast. En daar komt alles in voor wat ons toekomt. Wat wij opmerken. En wat een beetje in de periferiek van onze podcast zich afspeelt. Ja, nee, zo is het. En ik bedoel, jij bent vanmiddag naar Utrecht gereden. Maar heb jij toevallig, want ik weet dat jij er vlakbij woont. Heb je toevallig gezien of de Tulpentaan er nog staat? Die staat er nog. Want daar kijk ik elke dag naar. Want dat is voor mij iets waar ik elke dag eventjes naar moet kijken. Okay. Om gewoon de dag door te komen. Ja, want het ene na het andere standbeeld wordt omvergetrokken. Ja. J.P. Koen en weet ik wat allemaal en Winston Churchill. Maar dat ze toch godverdomme van de Tulpentaan afblijven? Dat wou ik zeggen. Hey? Oh, nee. Black Lives Matter natuurlijk, maar Tulpentaan Lives Matter ook, hè? Dus, sowieso. Nee, goed dat hij er nog staat, vriend. Ja, hij staat er nog. Onze parelhoender. De parelhoender. En wat dat betreft...
Nog vier. En de terrassen zijn er weer, hè. Allemaal wel op afstand. En het loopt allemaal weer een beetje op de markt. Dus wat dat betreft krijgt hij ook weer een hoop aandacht. En kijken de vrouwtjes ook weer naar hem. Ah, heel, goed. Heel goed. Dus dat komt allemaal wel goed. Hij had wel in de coronatijd een mondkapje. Hè. Er was een foto op social media. Hadden ze een mondkapje omgedaan. Dat vond ik dan wel weer goed. Want geen corona van een tulle betaal natuurlijk. Maar nu staat hij er nog. En moet nog flinke fans zijn die hem omtrekt, want ik ben maar een klein ventje, maar dat gaat hem niet lukken. Ja, maar wat heeft de Tilpetaan nou verkeerd gedaan? Ja. Waarom zou je hem omver willen trekken? Ja, misschien als je Bergen al bent en denkt, ik ben jaloers, maar een andere reden kan ik niet bedenken. Nee, precies. Er zal altijd wel iemand iets tegen hebben, maar dat is met alles. Nee, precies. Hè? Man. Precies. Nee, leuk man. Leuk dat we weer lekker bezig zijn. We zijn de vorige keer natuurlijk bij Maaskant geweest. En, nou, bij de Tongelo. Bij Oconee. Oh ja, zeker. En, daarvoor is bij Maaskant. Zeker, want toen we bij Corné zaten hadden we het al over Maaskant. Maar wat we de vorige keer niet hebben besproken is dat onze kameraad Danny... Ja. Die heeft een nieuwe... Want we noemen hem altijd de vriend van de show. Vriend van de show. We hebben besloten om hem te promoveren. Promoveren tot... Dierenvriend van de show. Dierenvriend van de show, ja. En ik kan wel even uitleggen hoe dat precies is gegaan. Ondertussen komt mijn vrouw thuis. Wist je dat zij nooit luistert? Luistert zij nooit, nee? Nee, zij luistert nooit. Moeten we dat eventjes voor haar voeten werpen? Zullen we dat haar ter plekke eens gaan... Dat kunnen we wel even doen, ja. Ja? Kom, we gaan het vragen. We gaan het even vragen. We lopen eventjes door de kamer, want het zal een soort overvaltechniek zijn. Hallo Willem. Die kan nog niks... Hey, Vintje. Hallo. Hi. We zijn live opgenomen. Ja, dit is live opgenomen. Applaudisseren, goed zo. Goed zo, vind je. Dan moet ik jou wel even iets vragen, Mai. Want het sleutel ging in het sleutelgat. Ja. En toen zei Erik eigenlijk dat er veel mensen luisteren, maar de belangrijkste niet. Ja, dat ben ik. Ja, ik moet het bekennen. Ja. Moet ik me nog voorstellen? Ik bedoel, ik maak met jouw man maak ik een podcast. Ik hoor zo wel eens wat langskomen, want hij neemt hem tegenwoordig hier op. Hè, dus dat is ook altijd mijn tegenargument. Van, ja, maar ik hoor de helft al. Ik hoor al wat hij zegt. Hè. Ja, maar het meest relevant is wat Floyd zegt. Oh, ja. En dan krijg je niet mee, hè? Nee. En mijn andere argument is, ja, maar het gaat alleen maar over RBC. Ja, meer is in de wereld niet. Ja, Willem natuurlijk, maar voor de rest, wat is er nog meer dan? Nou ja, heel veel anders, behalve RBC voor mij. Ja, sorry. Ja, het spijt me heel erg. Hoe is dat trouwens om met een volwassen vent te leven die op zondagmiddag in een RBC-shirtje rondloopt? Ja, ik ben natuurlijk niet anders gewend. Ik moet wel zeggen dat het wel weer, de passie is wel weer erger geworden sinds dat jullie met de podcast zijn gestart. Het was een beetje slapend en nu is hij toch wel weer vrij actief. Ja. Moet ik me iets aantrekken? Ja. Dat het een beetje door Je weet wel wat er gaat gebeuren. We hebben een heel mooi huis gekocht. Ja. En een van de kamers, die wordt gewoon een beetje, ik kan niet anders zeggen, verkracht straks. Doordat het een RBC-kamer moet worden. Ja, dat wordt het wel, hè? Ja, dat wordt het, ja. Met allemaal shirtjes en memorabilia. Ja, maar gelukkig wel op zolder en de rest van het huis mag ik inrichten. Dat is dan, dat staat er tegenover. Dus ik kan ermee leven. Ik wilde eigenlijk zeggen, van dan spreken Erik en ik nu af, dat je daar nooit mag komen, maar dat was je ook niet van plan. Nee, dat was ik niet van plan. Nee. Maar moet ik zelf stofzuigen dan? Ja. Nee, dat is heel flauw. Nou goed. Nou zitten we net over hoe mooi wonen het is. Zij zitten verklappen dat we gaan verhuizen. Ja. Nee, we hebben net een rondje Utrecht gedaan, maar dat verhuizen gaat nog wel door. Ja, dat duurt nog 2 jaar. Het is een nieuwbouwhuis. Het is wel gaaf om te vertellen. We hebben dus 4 slaapkamers en 1 slaapkamer heb ik al... Geconfiskeerd? Ja, toegezegd gekregen. Zo ligt de verhouding een beetje. En daar ga ik, zeg maar, al die RBC's die ik heb, die wil ik daar op een hele mooie manier uitstallen. Dus dat wordt heel erg leuk. Zullen we eens kijken of Willem iets wil zeggen? Ja. Wacht even hoor. Willem is al 1 en die gaat nu zijn podcastdebuut maken. Hallo vent. Ik ging een microfoon een kusje geven. Doe schillen. Doe maar gillen. Nee, ben je verlegen. Ga je nou verlegen zitten doen? Nou, hij wacht nog even, Floyd. Maar als hij 1 keer begint, dan stopt hij niet meer, hoor. Dus, dat komt nog dan. Ja, precies. Dat is met zijn vader ook gebeurd namelijk, hè? Postbus 1912. Ja, klopt, vriend. We waren bij iemand die een dierenvriend bleek te zijn. Klopt, ja. En ik wacht, ik zal even... Dit is het intro van Waku Waku. Die gaan we voortaan draaien als we Dandy in zien. Waku Waku maar mee. Waku Waku maar mee. Volgens mij heb ik dat... Goed zo, ventje. Volgens mij heb ik dat wel eens tegen jou gezegd. Die presentator van Waku Waku.
Weet jij op welke dag dat die jaar is? Rob Fruithof? Ja? Weet je welke dag die jaar is? Nee, weet ik niet. Dierendag? Dierendag, ja? Ja, serieus. Oh, dat is de 4 oktober, ja. Dat ja. is misschien wel mijn lievelingsfeit. Maar in ieder geval, ik neem de luisteraar even mee. Wij komen aan bij Robert Maaskant. Die woont, zeg maar, niet op begaande grond, maar eerste verdieping. En die zegt, ja, loop maar naar boven. In het Ginneke. Ja, woont mooi en natuurlijk heel blij dat we welkom waren. En die zegt, jongens, kom maar binnen. En wij kijken die trap op en er staat daar een... er staat daar een hond met de omvang van een kalf. Ja, dat was een gerotte. Dat was niet normaal. Het is zo groot dat Willem er nu van gaat huilen. En, nee, maakt niet uit hoor. Dit is een beetje een... een soort... misschien mist hij een beetje wat klank in onze stem. Dat hij denkt, hey... Wie Willem? Ja, dat er even zou hij een nieuwe vormgeving willen toevoegen? Ja, misschien wel. Een bumpertje. Kom maar, ventje, als je wil meekletsen. Pep. Nee, hij is moe. Nee, was een groot kalf. Ja. En ik zie dat mijn zoontje heel klein beetje huilerig wordt. Dus ik ga hem heel even mee op bed leggen. Ja. En dan praten ze zo meteen verder. Oh, dat is goed, joh. Zo. Wakku. Ja, dus wij komen daar bij Maaskant aan. Het kind ligt inmiddels op bed. Wij komen bij Maaskant aan. Die zegt, kom maar naar boven. Dus we kijken die trap op. Er staat daar een hond met de omvang van een giraf. Ja. Ik heb nog nooit zo'n grote hond gezien. Nee. Nou, en jij zei meteen, oei, ik heb het niet zo op honden. Nee. Nou, nee. Ik heb het ook helemaal niet op honden. Nee. Maar Maaskant zei, zijn jullie bang voor honden? Ja. Ik zei, nou, Floyd een beetje. Ja. Ondertussen was ik zelf doodsbang. Inderdaad. Ik denk, shit. Dus ja, wij moesten die trap op. Dus die hond, hij was heel lief hoor, maar toch even een beetje snuffelen zo. En ja, Floyd en ik waren allebei niet op ons gemak, maar nee. Die hond was totaal, hoe zeg je dat? Danny Paantjes had totale autoriteit over die hond. Hij was helemaal senang met het helemaal. Ding. Het beest was helemaal op zijn gemak met Danny. Kwam er wel een beetje spelen en kwispelen en zo. Danny kwispelde toen ook een beetje. En ja. Danny ging die hond aaien. En toen ging die hond bij Danny liggen. Dat was echt een soort romantische tête-à-tête bijna. Die ze daar voltrok voor de ogen van Floyd en mijzelf. En dat was op zich ook wel prettig. Want dat zorgde ervoor dat die hond gewoon ook niet bij ons in de buurt kwam. Nee, precies. Dat was heel fijn. Ja, want ik ben geen Martin Gauss. Nee, ik vind honden en katten vind ik helemaal niks. En dat geeft ook niet, maar laten we zeggen, dus ik heb er gewoon niks mee. Ik heb er niks mee. Huisdieren. Maar ik snap het ook nooit. Want, gedoe. Want ik bedoel, je leeft, je bestaat en je verkeert in een situatie waarin je geen hond hebt. Dan denk je bij jezelf, weet je wat, ik koop een hond. Ja. Dat kost jou 2 ruggen. Of zo. Je moet een bak hebben. Je moet eten hebben. Ja. Dat beest scheidt in je huis. Haren. Ja, maar... En je gaat hechten aan die hond. Ja. En dan gaat hij dood. Ja. Ja, en dan heb je heel veel verdriet. Maar zoals jij dat nu al uitlegt, zo sta ik er ook in. Maar mensen die dat dus wel hebben, die hebben zoiets van, ja, maar zo leg ik het dus al niet uit. Nee. Die hebben daar, dus het kost me 2 ruggen. Nee, het geeft me heel veel liefde. Ja. Maar goed, dat is een... Ik voel hem niet. Ieder zijn meug, hè? Ieder zijn meug. En, maar het was wel een mooie hond. Ja, het was een heel mooi beest. Een beetje groot. Heel mooi beest. En wat Maaskant zei, klopt ook. Hij is super, super braaf, super lief. Hij heeft de grootste deel van de middag gewoon daar op de grond gelegen. Ja. En een beetje bij Danny zitten. Maar we waren dus heel erg te spreken over Danny zijn vaardigheden als het om honden gaat. Terwijl Willem ondertussen zijn flesje op de grond gooit. Oh, ja. Dus we hebben naar aanleiding daarvan besloten om hem voortaan... De dierenvriend van de show. Precies. Te noemen. Precies. Nou, Danny, bij deze. Ja, van harte gefeliciteerd. Wakku maar mee. Ja. Op tv. Ja, en dan voortaan als hij dan een vraag goed beantwoordt, dan krijgt hij zo'n klein mini-aapje, weet je wel. En dan, perfect. Gefeliciteerd, Danny. Wat hebben we verder, Floortje? Postbus 1912. We gaan verder. Klopt. We hebben iemand die ons via Instagram, wij doen wel eens stories posten. Dat is een manier om weer onze ijdelheid te bevredigen. Ja. En daar wordt dan op gereageerd. Ja. En iemand heeft gereageerd met een verhaal. En dat is een jongen van een andere voetbalclub. Ja, klopt. Maar die wel een leuk verhaal heeft. Ja, gewoon een aardige reactie. Hij zegt, hey Floyd en Erik, ik ben groot fan van jullie podcast. Ik zelf kom uit Heeswijk-Dinter. Ja. Dus ben PSV'er. Kan er ook niks aan doen. Nee, ja, dat is zo. Maar ik kan ontzettend genieten van de passie die jullie hebben voor RBC. En zelf kijk ik ook geregeld filmpjes van de club. Veel succes met de club en met jullie podcast. Dat is leuk. Joost van der Pas. Is toch leuk? Ja. Gewoon PSV-jongen. Precies. Ja, vind ik mooi. Zijn mooie dingen en
Dat is dan leuk dat het niet dezelfde club is, maar dat de passie en hetgeen wat we over willen dragen toch wel overkomt. Hè? Ja, dat precies. Het herkend en erkend wordt. Ja, precies. En leuk. Dat was ook. Er zijn trouwens heel veel PSV-podcasts. Oh ja? Een stuk of 3-4. En wij hebben er maar 1. Wij hebben er maar 1? Over RBC? Ja, nee, maar dat valt me op. Bij PSV hebben ze dat helemaal niet gestructureerd. Want jongens van het Eindhovens Dagblad hebben er 1. Hmm. Er is eentje van een particulier, zeg maar. En ook van een wat groter platform. Die hebben een eigen PSV-podcast. Dus ik zie online altijd 3-4 podcasten. Okay. Dan denk ik, ja, het is in ieder geval een grotere club dan RBC, maar om er nou 4 podcasten van te nemen. Ja, kennelijk hebben die mensen dan toch het idee dat het geluid dat zij laten horen, dat er nog niet is. Ik weet dat Ajax, die heeft natuurlijk de Pantelis podcast met Freek Jansen en maar dat is en groot. Arco. Die is heel groot, ja. Maar ik weet dat Menno Pot, die heeft er geloof ik ook weer 1. Okay. Dus daar heb je er ook meerdere. En je hebt dan, Feyenoord heeft volgens mij de Kort podcast en dan ook weer nog weer een Kijngeloel, zeker. Freek Verhulst. Dat is ook een beetje vrienden van Ajax. Zeker, Aisho. Zeker. Ja, nee, klopt. En ik vind het op zich ook wel weer leuk dat zeg maar, je had eind jaren 90 hadden al die clubs mailinglists. Ja. Toen kwamen websites. Fanzines, weet ik het allemaal. Van de ratten, van NAC en wat had je allemaal? Ja, ik vind trouwens wel, als je b-sidereds.nl, ja. Dat is wel echt een gaaf platform. Ja. Die hebben alles. Ja, die hebben gewoon nieuwsvoorziening, de B-side Rats TV, ja. Podcasting. Ja, dat is wel. Ja, ze doen bij, moet ik het goed zeggen, Breda Nu. De radiotak doen zij ook NAKPraat. Ja. Hashtag NAKPraat. En dan, dat leeft, hè. Want ja, bij NAK ook, net als bij RBC, er is op dat veld weinig te beleven. Dus ja, je zoekt toch gesprekstof en clubliefde bij andere dingen, weet je wel. Bij, ja, klopt. Op de tribunes. En, zeker, maar dat doen ze echt heel erg goed. Dat is echt een heel mooi platform. Ja. Dat, als wij nog BVO waren, dan had ik heel graag ook geprobeerd om zoiets neer te zetten. Dat is echt fantastisch. Ja. Dus, maar goed, dat was dus Joost. En we kregen ook een berichtje van Tim Ramselaar. En die zegt, hoi Floyd en Erik, ik vind jullie podcast echt top. Heerlijk om naar te luisteren. Sinds een paar seizoenen volg ik de ontwikkelingen van RBC op de voet. En ik ben toch wel een soort van fan gaan worden. Ja. Succes met de podcast en ga zo door. Vind ik leuk. Is leuk. Ja, is gewoon leuk, weet je. En wie is Tim dan? Wie is dat? Gewoon iemand. Ja, dat is een jongen die zit een beetje in het voetbal. Even kijken hoor. Hij komt uit Zeist. Ja. Dus dat is hier om de hoek. Maar de hoek. Ook geen RBC, geen Roosendaler. En hij zegt, ja, ik vind het verhaal van de club gewoon, of achter de club gewoon interessant. En hoe het nu allemaal weer wordt opgepakt en leeft bij de mensen. Ik kom op veel clubs voor mijn werk, maar er zijn maar weinig die zich in zo'n situatie als RBC staande houden en positief blijven. Ja. En, nou, ik denk wel, hè, als we het dan even terugrekenen. Mm. Hè, want we hebben het over PSV, Ajax, Feyenoord, daar moeten we ons niet aan meten. Dat is laatst ook verkeerd gegaan toen we dat op het veld wilden. maar als je kijkt naar bijvoorbeeld waar we dan toch in dat rijtje staan. Hè? Veendam. AGOVV, noem het maar op. Haarlem, we zijn toch een failliete voetbalclub. Betaald voetbalclub, dat gewoon failliet is verklaard. Ja. Dit, wat wij doen en wat ook leeft rondom de club nog. Ja, dat is denk ik wel in dat rijtje uniek. Ja, denk ik ook. Je hebt in Veendam nog wel iemand zitten, weten wij, die wat dingen doet rondom die club. Hè, de lange leegte. Maar Henk van de Haan, hè? Henk de Haan. Ja, maar van Haarlem of van AGOVV, ik hoor er nooit niemand over. Nee, maar weet je, volgens mij is AGOVV, is die amateurtak gewoon doorgegaan. En Haarlem is volgens mij gefuseerd met de Kennemers of zo, of de Kennemerlanders. Ja, maar dus dat is gewoon een andere club geworden. Oké, okay, ja, maar en goed. Die spelen dan in rode shirts met paarse broek of zo. En, ja, en ja. Ik zat een keer in een podcast vanaf de tribune met Edwin Struijs, die vertelde ook dat, ja, hij zei dat, ik heb er helemaal niks mee. Nee. Weet je wel, dus ja, wij zijn gewoon zelfstandig doorgestart. Precies. Gelukkig zelfstandig gebleven is die fusie niet doorgegaan. Ja. En het is nu juni, 21 juni. Overschrijvingen zijn gesloten. Er is wel echt gewoon flink geïnvesteerd in de selectie. En met alles wat er gebeurd is, dus zeg maar de dreiging van een fusie, afgeketst, overdracht van het stadion, lijkt er nu wel een bepaald momentum te zijn. Het is heel vreemd hoe zoiets in 4-5 maanden kan veranderen. 5 maanden geleden dacht ik van nou, hè, toen stonden wij die bonusaflevering te maken daar in donker. En toen zeiden we, nou jongens, dit kan het wel eens zijn. Maar in één keer is het sentiment volledig anders. Ja. Je merkt dat we toch iets aanroeren weer in Roosendaal. Met de club, met de podcast.
Sponsoren sluiten zich aan. Investeerders die zetten hun netwerk in. Er staat een goede selectie. Dus ja, ik heb er wel weer zin in. En ik zag dat vandaag de club een soort actie is begonnen om zoveel mogelijk mensen over te halen hun seizoenkaart te laten verlengen of er eentje te nemen als je die niet hebt. En ik ga dat uiteraard doen. En ik hoop ook dat een hoop van onze luisteraars dat willen doen. Want ik heb het idee dat we op een soort scharnierpunt zitten in zeg maar de doorstartperiode van de club. En als we nu doorpakken, dat we echt als vereniging stappen kunnen zetten. Ja. Dus ik hoop dat mensen zich daarbij aan willen sluiten. En voor 6 tientjes gewoon lid willen worden. Krijgen ze een seizoenkaartje. Mogen ze op de ALV komen. Komen ze ons misschien nog wel tegen. Ja. Wat ik daar zo leuk aan vind, is dat het voor ons ook een mogelijkheid is om daar te podcasten. Want wij gaan wel wat dingen doen rondom dit nieuwe seizoen. Hè? We gaan eens een keer bij een training kijken. We gaan een podcastje in het stadion opnemen tijdens een wedstrijdje. Ja. Ook in de voorbereidingen zo. En dus dat zijn we wel van plan. Hè? Ja, zeker. Bonusaflevering tweede klasse, weet je wel? Ja, precies. En we zouden eigenlijk gewoon naar die eerste training moeten gaan. Dat is leuk. Dat was altijd lachen, joh. In op de fiets. Ja. Ging altijd op de fiets naar Boer Mies. Die eigenlijk campinghouder was en altijd kwaad werd als je een boer noemde. Maar... En dan ging altijd kijken van, hey, wie zijn de nieuwe spelers? Wel met het mooiste veld van Brabant. Ja, buiten precies. Trouwens Meto in Hongarije. Ja, die hebben ook een mooi veld. Ja, die hadden een mooi veld. Ja, dat is nou kunstgras, denk ik. Maar het is allemaal, was heel mooi. Nee, dus dat moet je misschien wel doen, joh. Gewoon, ja. Nee, dus leuk. Ik heb zin in het seizoen. Ik ben blij dat het balletje weer gaat rollen. Ik ben blij dat we nog bestaan. En wat ik zei, er lijkt echt een positief momentum te bestaan. En ik ga mijn seizoenkaart verlengen. En ik hoop dat velen dat met mij zullen doen. Ik ben ook positief, maar ik ben ook een echte Rozenhaller. Ik moet het allemaal nog even zien, Erik. Tuurlijk. En bijzijn eens meemaken. Zo is dat. Zeker weten. Zijn we nog met potbus 1912 onderhanden? Ik denk dat we er wel ongeveer zijn, hè? Nou, wat nog wel leuk was dat natuurlijk in de coronatijd wordt er een hoop gesproken over de toekomst van het betaalde voetbal. Ja. En hoe moet dat betaald worden? En komt er steun vanuit de overheid voor het betaalde voetbal? Wat natuurlijk altijd lastig is daarbij, is dat het betaald voetbal heeft een beeld alsof het geld tegen de plinten klotst. Nou, dat is bij 2 of 3 clubs zo. Maar bijvoorbeeld, wij stonden een keertje bij Top Os, weet je dat nog? Ja. Ik denk dat jongens daar 2000 bruto verdienen. Ja. Dat beeld klopt al niet. Nou, je moet het echt leuk vinden, hoor. Nee joh, dat beeld klopt gewoon niet over de hele linie. En, nee. En ten tweede, ja, het voetbal heeft zijn lobby gewoon niet zo heel goed gedaan. En ook, wat ik wou zeggen, als tweede punt. Je hebt natuurlijk altijd de transfermarkt. Het is heel vreemd. Bijvoorbeeld FC Groningen hebben 11 mensen overbodig gemaakt, boventallig. Gesaneerd, dit en dat. Maar doen vervolgens wel een bod op Mark Diemers. Ja. Ik geloof 1,5 miljoen euro. Dus dat wringt altijd een beetje. Nou, dat bleek dus ook bij de totstandkoming van die coronasteun aan betaalde voetbal. Klaas Dijkhoff, Bredanaar en PSV-supporter. Wat trouwens best opvallend is, want bijna alle Bredanaar zijn gewoon van NAC. Maar, ja. Die zei in Voetbal International van ja, je moet wel met een plan komen. En waar het op neerkwam van nostalgie kun je niet vreten. En toen noemde hij eigenlijk ons als voorbeeld. En, ja. En ik zag een hoop negatieve reacties daarop. Maar ik vond het zelf eigenlijk wel mooi. Ja. Want hij zei, RBC bestaat niet meer als profclub. Nee. Het zit hem in die laatste twee woorden. Ja, niet meer, hè? Nee. Als profclub. Als profclub. Ja. Weet je wel, dus heel veel mensen denken, ja, RBC bestaat niet meer. Maar hij weet dat we nog bestaan als profclub. Ja, precies. Dus de boodschap van RBC leeft, die wij tot in den treur herhaald hebben. Ja. Die is toch aangekomen in Breda en in Den Haag. Ja, precies. Dus dat vond ik wel, ik vond dat mooi en daar was ik blij om. En ja, ik hoop wel dat er iets van een steunpakket komt, want Telstar, Top, Helmond Sport, ga er maar aan staan. Ja, dat is geen pretje. Ik bedoel, dat is echt ingrijpend wat daar gebeurt, hè? Door zo'n gekke, onvoorspelbare periode als dat we nu meemaken. Ja, precies. Dus ja. Dit is wel allemaal heel erg van de koude grond, maar ik durf te zeggen dat RBC dit ook niet had overleefd. Misschien wel niet. Moet je eens terugrekenen, hè? Hoe ja. RBC erbij stond, ja. Bestuurlijk, financieel, op het veld, en dan zo'n periode als dit. Ik denk dat RBC bij de eerste lichting zat die zoiets had van, dit gaan we niet trekken, jongens. Waarschijnlijk wel. Ja,
Zou zomaar kunnen. Ja, ja, we zaten al bij de nulste lichting, zeg maar. Dus, ja, precies. Dus ja, nee, klopt. Nee, ik denk dat je daar terecht punt hebt. Voordat we naar onze hoofdgast gaan, want ook deze aflevering heeft weer een thema. Ja. Het is thematisch opgebouwd. Ja. We hebben een hoofdgast waar we naar gaan luisteren. Een man met een leuk verhaal over RBC. En ook eentje die dus dichterbij is geweest dan wij samen. Ja, ja, nee, klopt. In het RBC-gevoel. Maar jij hebt nog iets op je... Ja, ik was... Jij moet nog iets kwijt. Ja, klopt. Ik heb iets voor jou. En dan, het zit in een envelop. Ja. En ik zou zeggen, ik geef het aan je. Je bent ermee aan het wapperen. Ja, precies. In jouw hoofd, ja. In jouw gezicht. Ik wil hem aan je geven. Ja. Maar dan verwacht ik wel van jou dat jij even aan de luisteraars uitlegt waarom je hem nodig hebt. Oké. Dus hier heb je hem. Dankjewel. Een witte envelop. Ja, nee, klopt. Moet ik het helemaal beschrijven als een soort verslag? Of? Nou, dat envelop is... Je hoeft het adres op zich niet op te lezen wat erop staat. Envelop is envelop. Utrecht, dat kan ik wel vertellen, ja, want dat weten we nu. Klopt. He? En voldoende gefrankeerd, hè? Voldoende gefrankeerd. Ik ga het even openmaken. Even kijken. Van de andere kant. Er zit... Oh! Hey! Dit is mooi. Dit is een prachtige... fotokaart, een spelerskaart van John van Loenhout. Ja, precies. Seizoen 97-98. Dit is wel heel mooi. Ja. John van Loenhout, zo'n spelerskaart. Artiflex, Actiesport, Skidome. Ja. Foto Henk Teuns uit Made. Lithografie Wens Contig in België. Drukkerij Letoprint. Ja, en... Blond kopje. Ja. Lekker Bergse kijkers. Ja, precies. En dan het oranje shirt met het logo in het midden van Umbro. Ja. Hartstikke mooi. Ja, klopt. En ik dacht van, dan kun jij die kaart bijvoorbeeld onder je hoofdkussen leggen of op het dashboard van je auto. En gewoon goed onthouden hoe hij eruit ziet. Zodat jij niet de volgende keer, als jij een berg op Zoom rijdt. Ja. Ja. Of wil je dat liever niet met de luisteraars delen? Nee, dat kan ik wel delen. Ik was in Bergen op Zoom voor een klus van de krant. En op een gegeven moment ben ik in... Waar was dat ergens? Dat was in Borgvliet, in de wijk Borgvliet. En, dus dit was vlak nadat wij die Maaskant-aflevering online hadden, hè? Vlak die Maaskant-aflevering. En op een gegeven moment rijd ik binnen door. Er was een drugslab ergens in een flatgebouw opgerold. En ik rijd daar tussendoor weer op weg naar de snelweg naar Roosendaal. Waar ik op zich heel blij van werd, want ik was alweer heel lang in Bergen op Zoom. En op een gegeven moment zie ik een blonde gozer die op John van Loenhout lijkt, dacht ik. In een auto waarvan ik dacht, nou, dan kan John rijden. En die stond bij een frietent ergens in de hoek. Ja, nou. Dus ik, uit een soort impulsiviteit, wat mij niet vreemd is, douw ik op de rem. En ik draai om en hij rijdt weg. En ik allemaal zwaaien in een autoke van mij en ik erachteraan toeteren. En ik rij bijna klem. Want ik bedoel, het leek een beetje alsof het kwade intentie was. Maar ik was gewoon enthousiast. Ik denk, dat zou dat nou niet meemaken. Daar kom ik daar John van Loenhout tegen. Die willen we toch nog een keer in de podcast hebben. We hebben het over hem gehad. Het ging over die promotie. Op een gegeven moment kwam hij ook in de krant. Hè, met, ja. We hebben die beelden gezien van die jongens. En ik denk, nou, dat zou nou meemaken. Dan kan ik dus gewoon eventjes op een dinsdagmiddag even John van Loenhout tegenkomen, maar het was hem niet. hij schrok zich kapot, die gozer, want hij deed de deur open. En hij leek er wel op, maar hij was zo oud als John van Loenhout op deze spelerskaart. Dus dat was hem uiteindelijk niet. Dus ik zeg, oh sorry. Ja, en toen, hij was ook heel bergs, dus toen dacht ik er een beetje van af te komen om ja, me voor te doen aan zijn Roosendaal, wat ik ook ben. Ik zeg, ik dacht, ik ga John van Loenhout waaien. Hij zegt, wie? Ik zeg, John van Loenhout. Die had ons kampioen gemokt. Hij zegt, oh, die ken ik niet, hoor. Die ken ik niet. Ik zeg, oh, nou, is goed. Ik zeg, oh, doe. Dus ik moest me een beetje verontschuldigen, maar hij kende John van Loenhout ook helemaal niet. Dus eigenlijk wilde ik met hem in discussie gaan hoe je John van Loenhout niet kan kennen. Ja, als Bergenaar. Als Bergenaar. Ja, dat is hetzelfde als dat wij Kees Munt niet kennen of zo. Of, nee. Ja, of dat wij, noemen ze een Bredaanaar. Dijkhoff of zo. Ja. Of Sjoerd Monsoe of zo. Ja, precies. Ja. Dat we die niet kennen. Wat is dat nou voor gedrag? Kan niet. Nee, maar goed, dus... nee, dankjewel. Je kijkt goed naar zijn hoofd, laat het op je inwerken. Ja. En de volgende keer, dan hoop ik dat je wel beter hebt, Floyd. Hartstikke bedankt, Erik. Inderdaad, deze ga ik in de zonneklep doen. Van de auto, weet je. Dat als ik twijfel en ik rijd door Bergen op Zoom en ik wil weer iemand klem rijden. Ja. Wat zomaar zou kunnen. Dat ik denk, hey, even checken of het wel John van Loenhout is. Ja, nee, heel goed. Heel goed. Mooi, wil jij nog iets zeggen voordat we naar Robert Stols gaan? Nou ja, dat ik natuurlijk niet kan wachten om de volledige podcast straks te kunnen beluisteren. We hebben er een luisteraar bij. Ja, zeker. Onder dwang. Hè? En als je handtekening van Floyd wil, nu zit hij op de bank, hè? Ja. Ja, dan ga ik zeker even vragen zo. Ja. Goed zo. Mooi.
We gaan vandaag met iemand babbelen. Ja. Wij zijn, gaan met iemand babbelen. Een echte Roosendaler die in Amsterdam woont. Ook weer iemand die uiteindelijk Roosendaal is overstegen. En dat is een jongen die misschien niet veel mensen kennen. Althans, dat verwacht ik zomaar. Maar wel een van de weinige Roosendalers die voor RBC Eredivisie helemaal gevoetbald. Ja, dat is toch gaaf. Dat is super gaaf. Dat is fantastisch, man. Het is een verhaal wat wij willen vertellen. Het is een verhaal waar ik denk veel mensen best wel op zitten te wachten. Helemaal als je intuned op onze podcast. Want dan heb je al zoiets van, ik ben op zoek naar de verhalen die ze vertellen over het oude RBC. Ja. Nou, dit is er eentje. Ik vind zelf mooi dat het, als je dan kijkt naar de jaren 80, waar veel mensen ook met weemoed over spreken. Met al die jongens uit de Amperestraat en de Röntgenstraat en Gerry Voets en noem het maar op. Ja, maar dit is dus een jongen in een tijdperk dat er veel spelers gehaald werden. Van Glenn Helder tot Tom McEwan tot noem ze maar op, de Regie Blinkers van deze wereld. Dat er gewoon een Roosendaalse jongen, hey, super trots dat hij voor RBC uit mag komen. Ja. Eredivisie heeft gevoetbald. Ja. En ook nog een heel erg leuk record op zijn naam heeft. Ja, klopt. Ja, hij kan daar zelf het best over vertellen, dus Robert Stols, laten we naar het gesprek gaan wat we met hem hebben gevoerd. Ja, en dan nu een prachtig Roosendaals verhaal. Het is een verhaal over een speler, een Roosendaler en een speler met een bijzonder feitje wat aan hem kleeft. Het is een goede voetballer geweest, maar hij heeft iets wat weinig mensen weten. En wat is dat, Robert Stols? Wat maakt jou eigenlijk zo uniek? Buiten heel veel andere dingen natuurlijk. Maar wat maakt jouw rol bij RBC zo uniek? Ja, laten we inderdaad daar nog zo op terugkomen over die andere dingen voor. maar naar mijn eigen zeggen, naar mijn eigen weten, ben ik de man met het minste aantal speelminuten in de Nederlandse Eredivisie. Ja, ja, dat is opmerkelijk. En een echte Roosendaalse jongen die bij RBC heeft gevoetbald in de tijd dat het Eredivisie was. Ik denk dat ook vrij uniek is. In de jaren 80 en 90 waren er wel wat jongens uit de buurt die in het eerste voetbalden, maar weinig echte Roosendalers in het Eredivisie RBC tijdperk. Ja, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Ik was 9 jaar, toen kwam ik bij RBC. En ik werd toen gescout. Ik durf niet meer te zeggen door wie. Daarvoor speelde ik 2 jaar bij BSC. En uiteindelijk heb ik lichting meegemaakt. Dat schoof zo door. Weet je, toen nog geen zeg maar D-junioren, C-junioren. Dat is natuurlijk nu anders. Maar wel jongens van meer buitenaf. Ja. Toch wel regio Berg op Zoom tot en met Zeeland die kant op. En wij nog echt de zaakjes Roosendaalers. Ja, klopt. Erik, jij bent de man van de feitjes. Jij weet welke wedstrijd dat was, hè? Ja, zeker weten. En weet je wat misschien ook wel, voor ik antwoord geef op jouw vragen, Floyd, en sorry als ik jouw regie weer eens in de war gooi, weet je wat ook een interessant feitje is? Dat zonder de familie Stols was waarschijnlijk podcast De Luiter er niet geweest, hè? Nee, dat is waar. Dat is waar. De moeder van Robert heeft ons aller ons duo ter aarde gebracht, hè? Oh, ja, mooi. Klopt. Nee. Jouw moeder was verloskundige bij mij en ook bij jou geboord, hè, Floyd? Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Leuk. Ja, en het leuke is, dat weet niemand, maar toen Floyd in zijn babybedje lag, toen hield hij zijn mond al niet. Toen was al duidelijk dat hij podcastmaker ging worden. Nee, ik heb in een couveuse gelegen, maar daar waren ook een paar microfoontjes in om ei kwijt te kunnen. Hè? Ja, nee, mooi. Maar nee, dat was RBC Feyenoord, zagen wij, Robert. En dat werd 0-4. Het jaar daarvoor hadden wij natuurlijk voor Feyenoord gewonnen met 4-2. Maar ja, het kan niet ieder jaar prijs zijn. En we hebben hem even teruggezocht. 0-4 dus. Redelijk kansloos in nederlaag wel. Maar misschien kun je ons een beetje meenemen in hoe dat ging. Want jij speelde op dat moment, als onze informatie klopt, gaan we zomaar vanuit, in Jong RBC. Ja, correct. En bijvoorbeeld, wie trainde Jong RBC toen? Was dat Koos Waslander? Of was die inmiddels... Die kwam is volgens mij is nog een keer weg geweest en terugkomen. Maar in de tijd was het Erik van der Meer. Oh ja. Die kwam toen van Utrecht. Ja. En Jan van Dijk, hij was toen zeg maar assistent-trainer bij Jan van Dijk. En had hij kennelijk niet zoveel te doen dat hij alleen maar de eerste mannen moest trainen. Maar ook had hij Jong RBC onder zich. Ja. En hij zag het wel in mij zitten op een of andere manier. Toen, ik studeerde nog. Ik ging toen CEO studeren. Toen was ik 18 jaar. En toen zei hij op een gegeven moment, Robert, ik wil je graag gewoon een paar keer met het eerste mee zien trainen. We beginnen gewoon met 2 keer in de week. En op dat moment vielen er steeds een paar van die gasten af van het eerste.
En toen zeiden ze van ja, om toch de selectie meer aan te vullen, hebben we gewoon wat meer jongens nodig. Dus vanaf nu mag je fulltime bij ons trainen. Dat betekent wel dat je moet stoppen met school. Nou, daar had ik niet heel veel problemen mee, uiteraard. En toen ik eigenlijk fulltime tussen haakjes bij het eerste mocht meetrainen, waren er echt maar 4, 5 jongens. Nou, dat moet ik anders zeggen. Waren echt maar, volgens mij, 2, 3 jongens van het eerste. En de rest werd aangevuld met jong RBC. En volgens mij de eerste keer dat ik op de bank zat, mocht ik ook gelijk invallen tegen Feyenoord. En het was een heel bijzonder moment. En want jij zei dat je op je 9e al bij RBC kwam. Ja. Floyd en ik, we hadden het er nog over dat we zagen altijd jouw pa ook lopen bij RBC. Roosendaalse familie. Dus je hebt eigenlijk vanaf je 9e tot je 18e gewoon in de jeugdopleiding gezeten. En heb je toen ook... hoe is dat? Laat ik het anders vragen. Hoe is dat om dan als Rosa, als jochie in de jeugdopleiding van RBC te zitten en ook zeg maar steeds dichter bij je uiteindelijke doel te komen? Dat je zeg maar steeds de schifting overleeft. Je mag blijven, je mag blijven. En dan word je 14, 16, 17. Oh, misschien zit het er wel in, weet je wel. Ja. Hoe gaat dat? Hoe is dat? Ja. Dat is wel een interessante vraag, want ik heb eigenlijk voetbal zo beleefd dat ik het zo leuk vind om te doen. Het was eigenlijk niets leuker. En het was natuurlijk... ik had niet echt zo heel veel druk van jaar tot jaar. Dat ik dacht, oh ja, ga ik het nu weer overleven? Niet omdat ik dacht van, ik ben zo goed. Het is vanzelfsprekend dat ik doorga, maar ik had zoveel plezier in het spelletje dat ik daar maar eigenlijk veel minder mee bezig hield. En natuurlijk, naarmate je ouder wordt, merk je ook van, dan ga je er wel aan denken. Hè? Maar wat ik ook wel had, is dat ik een aantal jongens in mijn team hadden zitten. En die vond ik zo goed, dat ik dacht van, ja, als die gasten het niet halen, dan kan ik eigenlijk net zo goed stoppen. Wie waren dat? Ja, was onder andere Admir Hasnandar. Ja. Die is toen DVO. Kom van DVO is toen naar PSV gegaan. Ja. En ook Nederland zelf, onder 19, had je natuurlijk één lichting hoger. De 1 of 2 jaar ouder was John Schot. Die was ook naar PSV gegaan. Ja. Natuurlijk Fouad Makhout. Dat zijn wel een paar van die gasten die sprongen er echt bovenuit. En die hebben natuurlijk in mijn lichting ook wel het vers geschopt. Ja. Er waren eigenlijk weinig jongens die echt doorgingen van jeugd richting het eerste. Maar hoe ik het verder heb ervaren, wat ik al zei, eigenlijk weinig druk. Ik heb wel eens vaker nagedacht van, had ik toch meer mee bezig moeten zijn, had ik het dan kunnen halen? Dat is natuurlijk altijd achteraf praten. Weet ik niet of ik of dat meer had opgeleverd uiteindelijk. Maar op een gegeven moment ging het wel heel snel. Want wat ik zei, eerste jaar senior. Nou, veel gasten raakten geblesseerd. Een stuk hoger niveau dan waar ik gewend was. Ik was eigenlijk in de jeugd heb ik altijd tweede afdeling gespeeld. Tweede divisie. En ineens moest je met die gasten mee trainen op de Eredivisie. De Eredivisie speelde. Ja, dat was echt een wereld van verschil. Dus ik keek mijn ogen uit. En ik had ook heel veel respect voor die gasten. En eigenlijk te veel, waardoor ik ook gewoon zelf een beetje liet ondersneeuwen. Ja, en toen jij bij de selectie kwam, dat was 2004 dan? Dat was volgens mij 2003, 2004, ja. Ja, ja. En welke spelers waren dat dan? Waar je echt als jonge gast zoiets had van, wow. Nou, ik kan me herinneren dat ik een duel aan moest gaan met Bike Odyssey. Ai. Voordat ik de bal kreeg, toen dacht ik van, ik kaats me gewoon netjes terug naar de gast die ik terugkrijg. Want ik wil gewoon niet dat die gast nog dichter bij me komt. Maar er waren wel gasten die me enorm imponeerden. Je had Robert Molenaar, José Fortes Rodriguez. Dat waren wel echt de basis zeg maar, van de selectie. Paul de Lange kwam van Heerenveen. Jesper Hakansson. Eigenlijk vond ik best wel onderschatte speler Tim Smolders. Kwam van Club Brugge. Ja. Hebben wij het vaker over gehad, hè, Floyd? Dat de beste goede voetballer was. Absoluut, ja. Absoluut. Ik ben... op de training was ik altijd zeer onder de indruk van die gast. Ik heb denk nooit in mijn leven een bal van hem af. Ik heb nooit een bal van hem af kunnen pakken. Maar ik denk dat hij niet echt de waardering kreeg die hij verdiende. Ik kon dat het op tv altijd misschien maar wat trager uitzag. Maar wel echt een goede voetballer. Ja, je noemt net een aantal namen. Ik heb toevallig zelf nog eens in een oefenwedstrijd met Allianz en RBC tegen John Schot gestaan. Nou, avond die zal ik nooit meer krijgen, denk ik. Want die was echt goed en ook gemeen. Ja, absoluut. Ja, ja, als hij er zin in had, joh, dan speelde hij
Speelde iedereen helemaal kapot. Ja, ja, is dit 10 minuten schoot ik de twee in de kruising en toen had hij zoiets van... dat is wel goed zo. En toen ging hij een beetje knooien met iedereen en op tenen staan en grote bekken. Maar wel een goede gast. Zeker, ja. Maar je noemt ook Makhout en dat is een speler ook die gewisseld werd in die wedstrijd. De ene personaler wisselt de andere af eigenlijk dan. Ja, dat klopt ja. Het was volgens mij 88e minuut of zo. En ik had eigenlijk helemaal geen verwachtingen. Want wat ik al zei, het was de eerste keer dat ik bij de selectie zat. En op een gegeven moment zei Jan van Dijk, dus toen de trainer van het eerste, van Robert, je moet warm lopen. En het ging allemaal, ja, het was aan de ene kant ook zo normaal. Want ja, je hebt vaker warm gelopen, je hebt vaker die routine afgelegd voordat je gaat spelen. En natuurlijk heb je wat op de bank gezeten, maar natuurlijk niet voor een vol stadion. Dus dat was natuurlijk wel interessant voor mij als jonge jochie. Maar ja, ik liet het maar een beetje op me afkomen. En ik had eigenlijk geen verwachtingen. Volgens mij ging ik pas in de, ja, pak een beetje 75 minuten warm lopen. En ja, toch riep hij me ineens naar de dugout. Ja, je moet erin. En ja, dat was dus officieel waren het dus 2-3 minuten. En volgens mij nog 2 minuten blessuretijd. En dat was mijn carrière. Ja. Daarna nooit meer in het eerste gevoetbald. Of nooit meer echt tegen dat eerste aangezeten. Of hoe is dat toen eigenlijk verlopen? Ja, een goede vraag. Kijk, wat ik al zei, ik heb altijd op minder hoog niveau gespeeld in de jeugd. Eigenlijk altijd tweede afdeling, daar kon ik altijd prima mee. Maar ineens moest je met gasten spelen die gewoon Eredivisie gewend was. Weet je, Ikedia kwam van Ajax, Molenaar heeft in Engeland gespeeld. Fortes Rodriguez, een heel hoog niveau bij AZ. Danny Hesp. Natuurlijk, niet te vergeten, absoluut. Ja, nog wel een paar redelijk grote namen. Toen heb ik wel een aantal maanden, volgens mij 3-4 maanden bij het eerste fulltime meegetraind. En ook dat ik een paar keer moest warmlopen, ook nog tegen Ajax. Toen heb ik volgens mij langer warm gelopen als tegen Feyenoord. Dat zal toch niet gebeuren, dat zal fantastisch zijn. Ja. En dat was toch tegen Van der Vaart. En dat was een 3-1 nederlaag, geloof ik, uit mijn hoofd. En ook nog bij Vitesse warm gelopen, bij NEC uit mijn hoofd. En toen dacht ik, ja, kom op Jan, je moet me nu gewoon weer laten invallen. Die, weet je, die 2 minuten zijn niet genoeg. Maar uiteindelijk is dat het niet meer geworden. Nee. Hij gunde mij die titel van minst aantal speelminuten, denk ik. Ja. Hey, en jouw familie, we kennen je pa natuurlijk, je zus. Je zus en hoe trots waren die? Het is misschien een beetje een open deur. Maar ja, Robert staat daar op het veld, die komt erin. Roosendaalse jongen tegen Feyenoord. Ik bedoel, ik denk dat hij gewoon een gat door het dak van de tribune heen sprong. He? Ja, ik werd achteraf ook al 4-0 verloren. Trouwens, toen ik erin stond, kreeg ik geen goal meer tegen. Dus Jan had me natuurlijk eerder in moeten brengen. Maar, gaan we wissel. Ja, zou je kunnen zeggen. Nee, maar ondanks dat we 4-0 hadden verloren, hadden een aantal gasten het wel door dat het wel een uniek moment was voor mij. Dus ja. Erik van der Meer en Jan en volgens mij een paar andere spelers, die zeiden wel van, hey, gefeliciteerd met je debuut. Ik kreeg veel kaarten de volgende paar dagen opgestuurd thuis. Van, hey jongens, gefeliciteerd van mijn familie, van de buren. Ook mijn buren waren echt fan van NBC. En mijn pa is niet het type die me in mijn ogen aankijkt van, hey jongen, ben ik super trots op jou. Maar op basis van de daden die hij liet zien. Hij had nog een boek gemaakt met helemaal NBC verleden. En kon ik wel echt zeggen dat hij wel echt trots was op mij. Ja. En mijn pa is echt in mijn hele jeugdopleiding mijn steun en toeverlaat geweest. Ik denk dat ik heb 11 jaar bij RBC geweest. Ik denk dat hij 2 zaterdagen gemist heeft. Misschien was hij 1 keer ziek en 1 keer was hij op reis. En hij heeft me altijd bijgestaan. Mooi. Dus ik heb heel veel aan hem gehad. Dus indirect ook mijn moeder. Mijn moeder was, dat weet je, die was verloskundige, dus heel druk. Die was niet aan de kant van aan de lijn, want die had niet zo heel veel met voetbal, maar hij stond ook altijd voor me klaar, eten stond klaar en mijn pa ging er lekker weer mee. We moesten op maandagavond weer voor de 4e keer naar Limburg, moesten we spelen om 19:30, maar om 1:00 thuis, maar hij reed gewoon weer netjes achter ons aan in zijn auto. Dus op basis van dat soort dingen weet ik wel dat hij trots was op mij, ja, absoluut. Ja. Hey, en hoe is dat, hè? Als je dan... kijk, ik ben zelf nooit verder gekomen dan de reserve derde klasse, dus... Ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen hoe dat is. Maar hoe is dat dan? Dan zit je in die dugout. Hè? Stond die dugout toen zeg maar bij de hoofdtribune of aan de overkant? Aan de overkant, ja. Dus dat je echt met het veld opkwam en even over moest steken. Ja. En dan... Precies, ja. Ja. Hoe is dat? Want iedereen wist natuurlijk haar Robert Stolz, Roos als een gozer. Weet je. Iedereen kent je die daar zit. Op het moment dat je dan zo je hoofd zo
boven die dugout uitsteekt en je vest aantrekt om te gaan warmlopen, krijg je dan ook allemaal opmerkingen van het publiek van, hey Robert, en dit en dat. En, Ja, dat is echt, ik, dat durf ik echt niet meer te zeggen, Erik. Ik weet, er waren best wel veel vrienden van mij die wisten, die had ik ingelicht van tevoren, dat ik bij de selectie zou zitten. En, maar die zaten dan echt zeg maar schuin tegenover helemaal in de hoek. Dus ik weet niet of aan die lange zijde de echte mensen mij kennen. Durf ik niet te zeggen. Ik kan me niet meer herinneren dat zogenaamd mijn naam werd gescandeerd. ik denk het niet. We hebben niet hard geroepen, genoeg geroepen, Floyd. Hoor je dat? Hij heeft het niet gehoord. Hey, en dan val je in. Hè? En dan, oh, sorry. Ga je gang, Floyd. Cola in oranje. Mooi. Hey, maar als dan... Want je zegt Jan van Dijk die riep en die zei van je mag invallen. Ja. Kreeg je nog iets van een tactische opdracht mee? Of, Ja, volgens mij zeiden die gewoon... volgens mij iets heel kort zo van... probeer nog even lekker een paar minuten de bal te pakken. Of even lekker ballen. Oké. Okay. Ja, ik heb ook twee balcontacten gehad ook. Want ik kan me heel goed herinneren. Ik was een paas. Ik kreeg ineens de bal. Dat weet je, was wel eng. Want je staat ineens voor een vol stadion tegen Feyenoord. Je speelt tegen Dirk Kuyt, Kalou. En ineens heb je de bal daar. Volgens mij leverde ik hem ook vrij snel in. En toen had ik nog een keer een duel. Die had ik wel de bal afgepakt. Dus dat vond ik wel tof. Lachen. Want je stond wel met een paar grote spelers. Want ik heb hier de opstelling van Feyenoord voor me. Oh ja. Babels, Basto, Pauwe, Saidi, Goor, Belgisch International. Hè? Er viel dan Magrauwe in, Bosgaard, Buffel, Tjongkok-Song, Zuiverloon, Kuyt, Kastelen, Kalou. En dan zat ook nog bij de selectie Lodewijks, Lovens, Gian, Tiriga, Ebi Smolarek. Ja. Ja, leuk. Ja, en Gesse Magrau heeft het bij Feyenoord niet goed gedaan. Maar daar stond ik dus op een gegeven moment tegen. Ik stond volgens mij rechtshalf, hij is linkshalf. En die heeft later ook nog Champions League gespeeld. Dus was een leuk moment voor mij. Heel uniek, ja. Dus dan zijn die 2 minuten, of dan is die wedstrijd voorbij en dan ga je douchen en zo. En dan ik neem aan dat je dan naar de confetti lounge ging of zo? Of naar de business club of naar het sponsorhome? Of... Ja, kijk, het was natuurlijk niet een heel erg... er werd niet echt feest gevierd. We hadden natuurlijk 4e verloren en dat was wel ingecalculeerd. Maar normaal als je won, en dat was natuurlijk niet super vaak, maar er stonden wel de Bacardi Colas al klaar. En dat was nu niet zo. Als je niet won, dan stond er ook niks klaar. Maar dat werd er wel van je verwacht. Volgens mij werd het zo, kon je als speler zijnde, was het weer volgens mij je beurt om ergens naartoe te gaan. Dan stond je naam op en dan moesten x aantal mensen moesten naar het spelershome en anderen moesten dan weer naar een ander gedeelte. Volgens mij kon je als speler op 3 verschillende plekken om de supporters te woord staan. En ik durf, volgens mij ging ik naar de speler zo. En daar was mijn vader ook. Ja. En ik sta er niet meer heel veel van bij, helaas. Maar dat is natuurlijk ook wel weer een hele poos geleden. Ja. Ja. Ja, en toch nog even kort daarna, weet je wel. Ik bedoel, Eredivisie gevoetbald bij RBC. En nog steeds die wens en die droom en dat talent om te voetballen. Daarna... bij RBC gebleven en even kort wat je nog gedaan hebt, ballen. Ja, leuk. Ik heb eigenlijk altijd in het dienst gespeeld van het elftal, waardoor misschien mijn eigen kwaliteit niet helemaal naar boven kwamen. Dus een beetje mijn bescheiden karakter heeft misschien aan de ene kant me ook ver gebracht. Aan de andere kant heeft het misschien ook een beetje mijn kop gekost. Maar ik had wel het idee, wat ik al zei, dat Van der Meer echt wel in mij zag zitten. En dat gaf me echt wel vertrouwen. Hij maakte me ook aanvoerder bij Jong Oranje. Ik heb eigenlijk vrij... Oh, sorry. Was maar zo. Bij Jong MBC, sorry. Eigenlijk had ik een beetje pech. De laatste wedstrijd gingen we echt finaal ten onder tegen NEC. Toen was het 4-0. Echt een van de laatste minuten ging ik duel aan. En toen schudde ik mijn knieband af. Toen moest ik echt lang revalideren. Het ging natuurlijk ook het seizoen overheen, waardoor je minder begeleiding kreeg. Ik had toen wel heel veel te danken aan... die naam is toch terug bij Henk van der Ven. Dat was een fantastische vent. En was toen 78 jaar zo fit als een hoentje. Dan spraken we 3-4 keer de week af en dan gingen mij fit maken. Voor het nieuwe seizoen. Dat duurde wel vrij lang. Toen was het volgens mij alweer richting de winter dat ik echt 9 maanden pas later weer mijn rentree maakte voor Jong MBC. En toen was wel mooi. Toen moest ik spelen. Echt heel toevallig. Tegen een andere club was volgens mij... Top Os. Ja, was Top Os. En toen scoorde ik de 1-0. En toen stond ik tegen de gast die mij blesseerde. 9 maanden terug. Tegen NEC. Wow. Dus toen dacht ik, ik ga deze gast nog even wel een goede trap geven.
En toen pakte ik ook nog een gele kaart. Maar toen had kun je ik nog al een wel... keer doen? Toen had ik al wel door. Ik wilde wel gewoon fit worden, weet je wel. Want ik dacht, ja, misschien zit er nog wel wat in voor mij. Toen kwam ik niet gevoelsmatig echt meer op mijn niveau. Omdat ik toch wel best wel last bleef houden van mijn knie. En toen was trainer van... was ik dus al tweede jaar senior. En als je dan geen contract krijgt, dat is eigenlijk einde verhaal. En ik wist dat het ging gebeuren. En toch voelde ik me al enigszins teleurgesteld. Toen was Ger Mutsers de trainer. Die kwam van NAC, volgens mij. Van Jong RBC. En die moest het nieuws delen. En ik wist al wat het zou worden. Toch dacht ik van, shit, dit is wel echt jammer. Want ik heb zo'n mooie tijd hier beleefd. Toen heeft Marco Groeneveld mij naar SSV gehaald in Goes. Ook een trainer waar ik er heel goed mee een hele goede klik mee had. Ik heb bij hem gezeten in de B-junioren bij RBC. Had ik een goede klik mee. Ik wilde eigenlijk gewoon nog steeds op hoogste niveau in de hoofdklas spelen. Bij de amateurs. Misschien ook nog wel van, hey, er zit wel meer in. Er zijn natuurlijk meer gasten die van hoofdklas uiteindelijk nog prof worden. En ik op een gegeven moment werd ik een beetje degradatiespook. Toen degradeerden we volgens mij met 4 punten. Dat was volgens mij ook een nieuw record. Dus dat was weer een record op mijn naam. En toen ging ik in Amsterdam studeren. Toen wilde ik iets dichterbij zoeken. Toen dat is helemaal gelukt. Maar toen belde Erik van der Meer mij weer. Van mijn gast, we hebben een goede tijd gehad. Kom met mij voetballen. Hoofdklasse bij SHO, Oud-Beiland. Nou, 3 keer raden wat er gebeurde. Weer gedegradeerd. Toen heb ik wel een hele leuke tijd gehad daar. Ook zeker in het begin met Arnold Scholten. Die was daar de trainer. Die werd op handen en voeten gedragen naar 3 wedstrijden met 7 punten. Dus speelden we echt supergoed tegen de doodverre kampioenen. Tegen Quick Boys wonnen we echt dik. En uiteindelijk daarna geen punt meer gepakt. Dus die werd ook de laan uitgestuurd. Toen ben ik naar Doto gegaan, coachje Waaslander. En die klikte ook niet helemaal lekker met het bestuur. Bestuur Doto, ja, dus er vallen wat vraagtekens bij te zetten. Maar dat klikte niet helemaal lekker met de coach. Dat is jammer, want die haalde me ook weer. Die kennen we ook nog van RBC. En toen ben ik wel 2 seizoenen bij Doto geweest. Maar toen, ja, studie Amsterdam. Club in verval. Later ook gefuseerd met een andere club uit Pennis. En toen dacht ik van, ja, ik ga het toch dichterbij zoeken. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Ik kom even niet meer op zijn naam. Dat is echt genoeg. Ik kwam daar niet meer aan bod, laat ik het zo zeggen. toen was het eigenlijk einde verhaal. Toen kreeg ik echt last van mijn liezen. En toen dacht ik van, ja, ik kan niet meer echt mijn eigen spel spelen. Ik stop hiermee. Dus toen was ik 24 jaar en toen ben ik gestopt met voetbal. Ja, je hebt ook carrière gehad, als ik het zo mag noemen, als fitnessguru, hoe zou ik het bijna zeggen. Hè? Dat was ook, zeg maar, fysiek gezien een nieuwe uitdaging. Paste dat bij het voetbal of had je zoiets van, ik ga mijn topsportmentaliteit daarin steken en niet proberen nog eens bij een amateurclub te spelen. Dat is echt gewoon voorbij. Je hebt wel bewust die switch gemaakt. Ja, nee, dat zeg je wel goed. Ik merkte toen dat ik onder bij RBC, als ik jaar 60, kreeg we ook al begeleiding. Op gebied van krachttraining, fitness. En toen merkte ik wel van, hey, dat vind ik wel heel erg leuk. En toen was ik tijdens mijn studie, ik heb sportmanagement gedaan. Was ik 22, toen kwam het eigenlijk weer terug. En toen merkte ik wel van, hey, ik vind krachttraining aan zich wel heel leuk. Maar toen was ik, wat je zei, klaar met voetbal. En toen dacht ik van, ja, via mijn opleiding kan ik ook de professionele kant op gaan op gebied van krachttraining, fitness. En toen merkte ik ook van, hey, ik heb helemaal geen last van mijn blessures. Als ik, ondanks dat ik gewoon lekker hard kan trainen. En toen, werd het echt een passie voor mij. En daar heb ik eigenlijk echt mijn werk van gemaakt, tot de dag van vandaag. Klopt. Maar nog verder weg van een guru, hoor. Ja, nee. Want je bent nu personal trainer, toch? Ja, ik ben personal trainer in Amsterdam, klopt. Ja. Gaaf, ja. Ja. En ik heb wel vorig jaar weer mijn debuut gebouwd bij Zwift 12, Amsterdam-Zuid. Kijk, kom je uit 1912 of was het de 12e elftal? Was het het 12e elftal, Erik. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, en superleuk, vriendenteam, heel laagdrempelig, 5e klasse en lekker een beetje ballen weer. En dan wordt er niet zoveel van mij fysiek gevraagd, dus daar kan ik prima mee. Dus ik miste dat echt wel weer. Na 10 jaar dacht ik van ja, ik ga toch weer wat doen. Ja, toch de liefde voor het spel die dan... Ja, absoluut, ja. Ja. En als je zo terugkijkt op je carrière, hè, ja. Hoe kijk je er dan naar? Ja, dat ik echt... dat me enigszins wel heeft gevormd tot de persoon die ik nu ben. Dat ik weet van, ik keek om me heen, ik zag gasten die waren echt veel beter dan ik. Maar ze vielen wel af per 2 jaar. En ik bleef toch weer over. En ik dacht, hoe kan dat nou? Maar
werd altijd wel geloofd op mijn inzet en mentaliteit. En dat kan ik nog steeds op de dag van vandaag gebruiken. Heel veel vrienden gemaakt. Die ik eigenlijk op de dag van vandaag ook nog wel eens af en toe spreek. Dus die ik echt heel mijn lichting, zeg maar, vanaf mijn 9e tot mijn 19e heb meegemaakt. Kijk met heel veel plezier terug naar die tijd. Ondanks dat het niet helemaal is geworden wat ik had gehoopt, heb ik er echt natuurlijk nul spijt van. Je wordt natuurlijk wel best wel veel van je gevraagd. Je moet 5 keer per week moet je er zijn. Je moet avond opgeven. Op een gegeven moment kom je op je leeftijd waar je natuurlijk ook met vriendinnetjes kan stappen. Maar dat kan eigenlijk niet. En dat vond ik ook prima. Ik had het allemaal voor over. En je hebt uiteindelijk wel een mooie Eredivisie gespeeld tegen Feyenoord. Dat is toch geweldig. Ja, dat is zeker. Hartstikke mooi. Ja, ja, want wat is 25 september 2004 de datum van die wedstrijd tegen Feyenoord? Is dat nou de mooiste dag van je leven? Of heeft dat wel een speciaal plekje voor jou? Ja, het is leuk dat je het zegt. Als ik dat nu zou zeggen dat het nog de mooiste dag zou zijn, dan kijk ik echt ruzie met mijn vrouw. Maar je bent inmiddels ook getrouwd. Oh, ja, ja. Ja. Inmiddels trouwt 2 kinderen. Het is grappig dat je dat zegt, want jij weet de data, maar dat weet ik ook nog op de dag van vandaag. En dat zegt wel iets. Normaal ben ik niet zo echt van de details. Dus wel, lang ben ik daar wel heel trots op geweest. Ja, absoluut. Ja. We gaan rustig afronden, Erik. En wij zijn toch op zoek naar dat gevoel, de romantiek. Als jij nou, jij bent er misschien, denk ik wel, zeker te weten, dichterbij geweest dan wij als fans. Bij dat RBC-gevoel, maar als je nou teruggaat naar die avond, naar die wedstrijd. Je zit op de bank, je komt bij het Rozenaal. Je hebt een oranje hart en je mag dat veld op. Kun je dat nog eens omschrijven wat dat voor jou betekend heeft in een paar zinnen? Dat je iets wat je daar nog aan over hebt gehouden en wat je aan je kinderen ooit gaat vertellen. Van papa was ooit Rozendaler en RBC'er en die mocht daar op dat veld voetballen. Hoe zou je dat uitleggen aan je kinderen? Ja. Dat is wel iets waar ik nog wel mee zou pronken, inderdaad. Laat ik zeggen dat jullie. Het is goed dat jullie het maar weer even prikkelen. Want het is zo lang geleden dat ik over gepraat heb. En nu langzamerhand komen er weer dingen naar boven. Maar ik ben best wel een luchte persoon. En gekscherend zeg ik het natuurlijk ook. Je gaf het aan, hè, want op het Twitter-profiel staat dat natuurlijk met een knipoog. Maar hoe ouder ik word, hoe wel meer trots ik erop ben. Dus het is wel. Voetbal heeft altijd een rode draad in mijn leven geweest. En sommige gasten die spelen 100 wedstrijden voor een club. Eredivisie, die komen in een elftal. Maar er zijn natuurlijk ook zoveel jongensdromen. En zoveel jongens met jongensdromen die ook willen voetballen, sportvoetballen. En dat is me dan toch wel gelukt, zeg maar. Ondanks dat het maar echt een schamele paar minuten was. Dus ik ben dan wel, wat ik zei, ben een bescheiden persoon, ben niet trots op heel veel dingen, maar het is wel een van de dingen waar ik wel echt trots op ben. Nou, jij bent er trots op. Ik denk heel veel Rozendalers en wij als podcastmakers en RBC-fans sowieso. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel jongens. En ik heb het niet gezegd, maar mijn complimenten. Ik wil jullie eigenlijk nog even een schop onder de kont geven, want ik wist pas van de podcast tot jij me belde. En dat kan natuurlijk niet. Dat mag niet. We zijn aan de community aan het bouwen. Oké, heel goed. Ik geef jullie nog wat tijd. Had je niet, niet op Facebook of zo? Of Twitter? Of, Ik ben het niet tegengekomen, nee. Dat kan ook aan mij liggen natuurlijk. Maar dan moet je even mee aan de slag, Floyd. Moet jullie mee aan de slag. Goeie tip. Maar thanks, mannen. Thanks voor de uitnodiging. Mooi gesprek, toch? Ja, mooi gesprek. En er ligt gelijk weer een taak voor ons. Want Roberto Stols, oftewel Stolla. In het Rozenaalse. Die is dus eigenlijk wel een beetje verbolgen over het feit dat hij ons nog niet kende. Ja, klopt. Ja, dat moeten we toch. We zijn nog niet in de hoofdstad geland. Nee, maar daar moeten we wel iets mee. Want we hebben natuurlijk onze sociale media kanalen. Ja. En kennelijk slagen wij er niet in om toch alle relevante mensen daarmee te bereiken. Nee. Dus ja, ik heb daar zelf niet zo heel veel verstand van. Ik weet wel dat je promotie kunt inkopen bij Facebook en zo, dat je dan gewoon een soort targeted advertising kunt doen. Ja. Misschien moeten we daar een keer naar kijken. Ik geloof dat wij een guerrilla marketing. Ja. Ambush. Ambush. Moeten we ambush marketing gewoon doen. De arena volhangen, weet je wel? Met ons logo. Ja.
Nee, maar we hebben geloof ik van Facebook gratis een kredietje gekregen van £5 of euro. Ja. Om wat promotie te doen. Ja, maar we moeten daar misschien even naar kijken. En als er luisteraars zijn die ons erbij kunnen helpen, dan heel graag. Want hij zei het natuurlijk, schop op nu kont. Ja. Maar dit soort mensen moeten wij natuurlijk wel weten te bereiken. Ja, zeker. Weet je, ook de uitgewaaide Roosendaler. Ja. Dus. En vooral ook... juist, ik bedoel, zo'n Robert Stol is natuurlijk een prachtig verhaal. Maar onze doelgroep is natuurlijk de supporter, de RBC-liefhebber. En die zijn ook uitgewaaid. Dus ik vind het eigenlijk jammerder dat er RBC-supporters in Amsterdam wonen, Roosendalers, die ons niet kennen. Ja. Kijk, Robert Stol is natuurlijk, omdat wij dat verhaal willen vertellen, omdat hij een mooi verhaal heeft, maar wij doen het voor die supporters. Dus het zou ook leuk zijn dat we dan ook die supporters kunnen bereiken waarvoor we het doen. Ja, precies. Ja, dat is belangrijk, dat we dus alle Roosendalers in den landen kunnen meelaten genieten van de podcast. Ja, precies. Nee, eens. En ja, wat ik zei, ik ben er zelf geen expert in. Laten we er zelf nog een beetje naar kijken. Maar ja, als er jongetjes of meisjes zijn, of mannen of vrouwen die ons daarbij willen helpen, dan stik geren. Wat ze vroeger wel goed deden, was reclame op shirts zetten. Want die grote plakaten die er af en toe op zaten, die waren best wel in het oog springend. En dat is ook gelijk de volgende afleveringen. Ja, we gaan het natuurlijk, we hebben het iedere aflevering over RBC en dat is onze passie. Maar in het bijzonder vind ik het heel erg leuk om over shirts te praten. Ja. En dat gaan we de volgende keer doen. Prachtig om mee te pronken ook, want we spreken ook een paar mensen die echt gewoon met passie praten. Ja. Over de shirts die ze hebben, een beetje de handel die is ontstaan ook, heb ik het idee, de afgelopen maanden. Maar ook het verhaal erachter, het design, het wedstrijd gedragen of niet. Wat ze ervoor betaald hebben, hoe ze er aankomen. We geven echt een inkijkje in die wereld. En ik vind het een bijzondere wereld. Jij bent er onderdeel van als shirtsverzamelaar. Maar het is een bijzondere wereld. Het is een beetje in de niche. Maar het is wel echt RBC en het is echt met passie. Want die mensen die wij spreken en die ook tot ons zijn gekomen, die hebben echt gewoon iets van, ja, dat shirt is voor mij gewoon, zeg maar, mijn leven waard. Ja, zeker weten. Ja, ik wil bespreken volgende week met Corné. Corné Vraagt, de elftalleider, echt een verzamelaar. Ja, die heeft bepaalde shirts in zijn collectie. Ja. Ja, die voor geen goud nee. doet hij daar afstand van. En ik heb er ook een aantal liggen, hoor. We gaan er volgende keer over doorpraten. Ja, ook een paar jongens die audioberichtjes in hebben gesproken. En dat is gelijk dan ook wel weer een oproep. Ik heb dat al een tijdje geleden ook op onze socials gezet. Maar als jij nou een verhaal hebt over een shirt wat voor jou dierbaar is, je hoeft het niet eens in de kast te hebben liggen, stuur een audioberichtje. Dat kan ook gewoon via de mail. Hè. Je kunt ook met je dictafoontje op je telefoon iets inspreken. Minuutje, anderhalf. Mail het naar onze podcast @hotmail.com. Ja. Podcastluiten@hotmail.com. Ja, podcastluiten@hotmail. Of via Facebook. Of joh, het is 2020. Ja. Alle kanalen staan open. Misschien heb je onze telefoonnummers wel. Die ga ik even niet noemen. Maar je kunt ons altijd bereiken. En je kunt altijd zorgen dat audioberichtje van anderhalve minuut, heel simpel met een microfoontje bij WhatsApp of op dictafoontje, naar ons toe komt. En dan kom jij dus in de uitzendingen. Dus wat jij over je shit te vertellen hebt, komt bij ons in de uitzending. Ja, precies. Leuk. Ja, want de shirts zijn de shirts, maar de verhalen erachter, die maken, en vooral de wedstrijd gedragen shirts natuurlijk, van hoe kom je daaraan en wat heb je daarvoor moeten doen? En heel graag. Dus we hebben er nu een, kunnen we die namen al noemen van mensen die wat hebben ingestuurd? Volgens mij wel, Mike Neffs heeft Mike dat Neffs, ingestuurd. Ja, die heeft een mooi verhaal over een shirt van Duplan. Paul Hunold. Die al natuurlijk tientallen jaren bij RBC komt en ook wel de een en ander heeft meegemaakt. Ja. Dat moeten we misschien ook eventjes zeggen. We hebben wel met Paul afgesproken dat we de aflevering over de RSD, dat we die even voor ons uitschuiven in verband met corona. Ja, want zij zijn heel enthousiast. Ze hebben een groepje met oude jongens. En dat is gewoon een grote groep. En we willen iedereen uitnodigen en de kans geven. Ja. Dat maakt het ook weer oude jongens krentenbrood. Ja, precies. Nee, die hebben dus al wat opgestuurd. En we zijn, of we gaan naar Corné. Corné Verraad in zijn hotel. Die heeft een joekel van de verzameling. We gaan het over mijn verzameling hebben. Jouw verzameling. En ik ga de mensen bijpraten over een trip die ik ondernomen heb naar Amersfoort. Ja, legendarisch. Ja, dat wel, ja. En ik ben zo uitgepraat over de shirts, want ik heb eigenlijk maar één shirt. Ik heb twee shirts, maar één shirt die van mij RBC is. En daar zal ik... misschien dat ik wel een gedicht over maak. Zal ik dat eens doen? Ja, een gedicht over een shirt, kan dat? Ja, waarom niet? Ja, kan wel. Weet je, de dichterlijke vrijheid is onbeperkt. Is onbeperkt. Die is absoluut. En vooral in Utrecht. Hè? Ja. Goed. Nee, precies. Dus, leuk man, zin in. En moeten we nog even zeggen wat we verder in de pipeline hebben?
Want we willen van de zomer misschien een keer op het terras gaan zitten. Op het terras gaan zitten, gewoon een open roadshow. Hè? De podcast luidt, komt naar je toe deze zomer. Precies. Dus dat kunnen we inderdaad doen. Bioscoop is eventjes uitgesteld, zoals jullie weten. Dat is nog wel gaande, maar dat hopelijk dit jaar, maar dat weten we niet. Dat is nog allemaal onzeker. Ja, jij moet misschien even toelichten, want de bioscopen zijn al wel open. En dan op 1,5 meter en zo. Ja. Maar ja, wij willen natuurlijk gewoon een gezellig evenement inzetten. We hebben wel 50 inschrijvingen. Ik wil er met 200 man los, hè. Ja, daar gaan we niet beknibbelen. Idee is te leuk om daar met een soort coronamaatregelen. Want dan worden we geleid door de RIVM en niet onze gevoel voor passie. Nee, precies. Daar heb ik niet zoveel zin in. Nee, eens. Dus vanaf het moment dat echt die maatregelen opgeheven zijn, dat we echt weer gewoon naast elkaar kunnen zitten en ook gewoon relaxed met elkaar wat kunnen drinken daarna, dan willen we dat doen. Dus ja, jammer, maar uitstel, maar geen afstel. Zo is dat. Dus eerst de shirtjes aflevering. En daarna dan wat... Ja, sowieso even bij de eerste training. Eerste training, wat zomerparaten, komen nog leuke dingen aan. Zo is het. We gaan afsluiten. Ja. Ik zeg, Floyd, bedankt voor jouw komst. Ja, ik rij weer terug in de Roosendaal. Daar word ik ook altijd wel weer blij van, moet ik eerlijk zeggen. Wat gebeurt er met jou als je de tv-toren ziet? Och, nou vroeger als een klein manneke, dan schoten de tranen altijd in mijn ogen. Dan zat ik bij Antwerpen al, we zijn erbij. Nou, we zijn... en dan echt bij die bocht bij Wauzo. En dan zag ik die televisietoren en mijn moeder die snapte dat niet, want die kwam ook wel van Roosendaal, maar die had zoiets van, hoe kan zo'n kind nou zo blij zijn? En dan was ik gewoon echt in Roosendaal en dan zag ik die televisietoren en dan was ik zo blij dat ik weer in Roosendaal was. Ja, mooi. Ik woon in de Wilhelminastraat in het centrum, de Burgerhout, in de Jozefwijk. Was ik zo blij, man, dat ik gewoon weer in Roosendaal ben. En ik heb een eigen archiefje ook over Roosendaal en ik ben nog steeds bezig, hoe jij met die shirtjes bezig bent. Ben ik met allerlei dingen bezig die met Roosendaal te maken hebben. En ik heb van de week het eerste VVV-boekje binnengekregen uit 1924. Gemaakt in Amsterdam. Helemaal met beschrijvingen over Roosendaal en ook over de wijken. Over Kalsdonk, daar zal ik nog eens een keer toch wat uit citeren. En dan ben ik als een kind zo blij. Graf. Dan heb ik iets over Roosendaal en dan... Ja, dat is gewoon mijn... Daar kom ik over dan. Dat is mooi, man. Dus dat is gewoon waar... Dat is gewoon voor mij. We hadden net natuurlijk een gast, hè, deze aflevering, mijn charmante vrouw. En toen wij woonden in Utrecht, hè, zoals het al zijn, als we dan naar Roosendaal rijden, dan rij je over de A, wat is dat? De A27, denk ik, heb je daar gehoord? Ja. En dan moet je A59. A59. En dan zie je die afslag Waalwijk. Ja. En dan staat er Roosendaal. Ja, en zeker. Misschien wel de eerste keer of een van de eerste keren dat wij met de auto van Utrecht naar Roosendaal gingen, zat ik achter het sturen. Ja, zoals ik altijd deed. Hey Roosendaal, de eerste keer dat ik Roosendaal zag. Roosendaal! Weet je wat? Zei ze, ben je door de duivel bezeten of zo? Wat is dit, weet je wel? Ja, dat is toch, ja. Maar het verraderlijke is, je denkt dan, ik ben er bijna. Ja. Maar je zit nog 35 minuten in de auto, dat is heel raar. Ja, dat is waar. Dus, nee, als ik zo meteen terug heb, bedoel ik, nou is het allemaal iets minder hoor, dat gevoel. Maar ja, ik ben geen kind meer. Maar zo meteen als ik Roosendaal weer binnenrijd, denk ik, dat is gewoon mijn eigen volk. Ik ben thuis. Ja. Ik heb ook in Spanje gewoond een tijd. En dus je blijft niet slapen? Nee. Toen ik in Spanje woonde ook, toen kwam ik thuis of ik dacht aan Roosendaal. Dan dacht ik altijd, dit is gewoon waar ik vandaan kom. Dit is gewoon... Ja, is mijn thuis. Ja, nou dat is mooi, man, dat je dat hebt. Als ik door de Jozefstraat rij of op het hoekje frietje ga halen, dan ken ik in de meest dure restaurants over heel de wereld kan ik eten. Maar als ik daar bij die friettent gewoon frietjes speciaal haal, dat is van mijn eigen. Dat is gewoon, dat is gewoon Roosendaal. Dan moet je koesteren ook, weet je wel. Want ik ben om mijn 18 eigenlijk weggegaan naar Roosendaal, wel een tijdje terug geweest. Ik ben nu 36, in Utrecht gewoond, Amsterdam, Londen. Ja. Dus dan op een gegeven moment heb ik altijd zoiets van, ja, wat is nou mijn... Weet je wel, natuurlijk is Roosendaal de stad waar ik geboren ben. Dus moet je koesteren. Dat is mooi dat je dat hebt. We zijn redelijk bezig met zondagavondpraat. Na de barbecue, na tafelen. Maar we gaan wel afronden. Ja, nee, klopt. Ik ga weer terug naar Roosendaal. Ja. Daar ben ik blij mee. Ik zeg weer dank voor je komst. Vergeet jouw goodie bag niet voor morgen. Hartstikke dank voor de gastvrijheid. En ik ga daar nog lekker van smikkelen. Ja, zeker weten. En tegen de luisteraar, zoals altijd, dat je bedankt zei, dat weten. Zij de rij van Roosendaal, dan zij de net als ik.